En dan gaan we nu naar het voetbal, naar Beerschot op het Kiel, waar sterke man Patrick van Oppen vandaag 1 jaar voorzitter is. Collega Wim Wilry staat op het Kiel en heeft de flamboyante voorzitter van Beerschot bij zich. Ja, inderdaad, Mark. Binnen een kwartier vindt hier de Year of the Bear plaats. Dat is maar een State of the Union, zeg maar, van Patrick van Oppen na 1 jaar als voorzitter hier op het Kiel. Meneer van Oppen die is er ondertussen ook al even bij mij komen staan. Ja, meneer van Oppen, goed een jaar geleden wees ons weer eens letterlijk de deur van het stadion. Ondertussen is er veel gebeurd. U bent hier voorzitter geworden. U heeft hier ook veel mensen de deur gewezen. De voetbalbond die zorgde ervoor dat uw deuren gesloten bleven voor transfers. Hoe kijkt u zelf terug op dat bewogen jaar? Enfin, het is niet alleen deuren die gesloten gaan. Ik heb ook effectief zelf ook deuren toegedaan, bewust. Anderzijds zijn er een heel pak deuren ook open gegaan. Er zijn ook een heel pak veel mensen bijgekomen die positief zijn met de club. En dat jaar ervaar ik als stimulerend, louterend. Het is een rollercoaster geweest van de leuke dingen en minder leuke dingen. Aan elkaar, het een achter het andere. Je hebt niet alles in de hand gehad dit jaar, maar ik ben toch vrij tevreden over heel dit jaar. Heeft u spijt van niet? Nee, hoegenaamd niet. Ik zou het al eens keer opnieuw doen, hoegenaamd geen spijt. Er zijn wel dingen anders verlopen dan voorzien. En dan je op dat moment proberen die problemen aan te pakken en op te lossen. Maar spijt, nee, zeker niet. Je komt hier nu zelfs een State of the Union doen voor de fans. Maar is de echte kwestie nu niet het behalen van de licentie voor volgend seizoen? Nee, de kwestie voor ons, we zijn een sportbedrijf. Het meest essentiële van ons bedrijf is voetballen. Dat willen we ook proberen te doen, dat hebben we dit jaar gedaan. Uiteraard, als het financieel in de klopt, en dat is voor alle ploegen, dan begin je aan te voetballen. Maar ook omgekeerd, misschien is het ook omdat wij de laatste jaren slecht gevoetbald hebben, dat we ook in de financiële miserie zijn geraakt. Dus het is een wisselwerking van die beide. De essentie van onze club is niet het financiële, is effectief het voetballen, het sportieve. U heeft nog een maand de tijd voor die licentie, krijgt u het allemaal rond? Ja, ik denk het wel. We hebben een maand de tijd zoals alle andere clubs. We hebben dinsdag zoals alle andere clubs ook de licentiedocumenten afgeleverd. Laat ons zeggen dat wij begin van het jaar in de Pyreneeën achteraan hebben gebengeld. Bijna uitgeschakeld in tijd. We hebben zeker een tussensprint gedaan en we zijn toch overtuigd dat wij op het juiste moment bij het peloton over de meet zullen geraken. Ja. U heeft het voorbij jaar ook opofferingen moeten doen. U heeft onder meer uw kapitein, Gary Kagelmacher, moeten verkopen. Kan er naar volgend seizoen toe terug worden gebouwd of moeten er nog van die opofferingen volgen? Voetbal in België is constant bouwen. Wij staan altijd dezelfde vragen van weer een verkocht. Voetbal in België, we zijn een transitland. Kijk, bij Anderlecht, men verkoopt daar even goed. Dus ik ben ook onder dat gesternte met deze club. En wij moeten verkopen om onze groei te bestendigen. En er zijn ploegen in België die zowel en verkopen en toch sportief groeien. En het is aan ons om minstens even goed te doen. Is Beerschot terug financieel gezond? Ja, ik denk absoluut. Ik denk dat we op het eind van het jaar heel de putten gekuist hebben. En dat we volgend jaar starten met quasi geen deficieten meer. Integendeel, en trachten terug een jaar te maken. Een break-even situatie zonder transfers. En dat is sinds zeer lang in deze club zal dat een verandering zijn van hoe wij werken en hoe wij de toekomst tegemoet gaan. Tot slot, Eddy Wouters die stopte onlangs na 42 jaar bij voetbalclub Antwerp. Hoe lang wil u hier bij Beerschot nog aan het roer blijven? Dat is vandaag niet de kwestie. Het gaat niet over mijn persoon, het gaat over een club die goed gerund moet worden. Als ik vind dat ik nog volgend jaar en het jaar nadien en de vele jaren daarvoor bij machten ben, zal ik dat ook doen. De dag dat ik vind dat ik dat niet ben, dan zal ik dat met plezier de fakkel doorgeven. Ik weet ook niet wat de toekomst zal brengen. Blijf ik gezond? Blijft de club goed? Hoe evolueert voetbal in de volgende jaren? Ik weet het niet, maar althans, met vol enthousiasme ga ik de volgende jaren tegemoet. En voor mij is vandaag geen issue hoe lang ik hier zal zijn enzovoort. Ik hoop dat de club nog honderden jaren te gaan heeft. U hoort het, Beerschot heeft volgens meneer Van Oppen nog honderden jaren te gaan. Hij zelf die is hier nog niet weg, hij gaat hier straks zijn State of the Union doen. 1 jaar Van Oppen dus, het is een bewogen jaar geweest in de geschiedenis van Beerschot. Wij hebben een jaar Patrick Van Oppen op het Kiel op een rij gezet voor jullie. Zo raar dat je daar blijft. Ik kan nog vertrekken. De poot is daar van voor. Patrick Van Oppen die wild uithaalt naar de pers. Het geeft een gespannen sfeer aan waarin Van Oppen de macht op het Kiel overneemt. Ik heb het gehad met de pers. 2 weken later, 16 februari, is de machtsovername een feit. Ik heb mijn doel bereikt op zich en nu is het vooruit met de geit. Voilà, the bear is back. Van Oppen maakt meteen duidelijk wie de baas is op het Kiel. Raad van bestuur ben ik. Dat is vrij gemakkelijk. En hij heeft ambities. Binnen 5-6 jaar moeten we effectief tegen het plafond aanduwen om door te breken naar de Europese plaatsen. Met de grove borstel gaat hij door het huishouden van de club. Er wordt effectief te weinig hard gewerkt. Ja. Voilà, jongens. Hartelijk welkom. Morgen ook.
Van Oppen is hard, rechtlijnig, maar ook flamboyant. Ook een hele nieuwe bar hebben gemaakt. 180 graden draaien, kameraad. Voilà, ze. Hij grijpt terug naar het oude beerschot. Het is BAC, de kanen van achter, de bear is back. BACK. Voilà, dat is een leuke, hè. Zelf gevonden. De marketingzet van iemand die niet verlegen is om een stunt. Nihon, kuku, kokumin, minasama. Over het stadion heeft de vastgoedmakelaar een duidelijke visie. Je kan niet met twee personen op hetzelfde moment op het toilet zitten. Hè? Het stadiondossier raakt muurvast. Nooit meer gaan wij nog praten voor een gezamenlijk stadion. De financiële schulden blijven wel zijn grootste zorg. Als we dit op 3-4 maanden tijd tegen het begin van het seizoen volledig gaan geklaard hebben, dan hoop ik dat jullie op 1 juli ook een keer een artikeltje schrijven voor te zeggen, knappe gasten op de Beerschot daar. Maar dat lukt niet meteen. Integendeel, de problemen blijven. Dan hebben wij op rustige wijze al een hele tijd proberen te werken om het op te lossen. En laat dat dan ons de kans om op de juiste momenten ook te tonen dat we het aan kunnen. De licentie binnenhalen, dat is nu het enige dat telt. We gaan geen zotte dingen moeten doen de volgende jaren. Maar ik denk als wij op de nuchtere zakelijke weg verder stappen zoals we het doen, dan ben ik overtuigd dat wij kunnen groeien en stappen zetten in eerste klasse met deze club. En in het zaalvoetbal heeft Antwerpen zich geplaatst.